vandaag laat ik jullie zien hoe je deze grappige 3D ananas moet maken met je rainbow loon. We gaan beginnen met de loon verstellen. Haal één rij pion aan de zijkant eruit. Zet de andere twee rijen gelijk. En haal het grote blauwe stuk eruit. Ho. En leg die aan de kant. Ga 6 pionnen gebruiken. En we beginnen het 1 oranje bandje van deze pion naar deze pion te halen. Dan pak je 1 oranje bandje. Haal je van deze pion naar deze pion. Van deze pion naar deze pion. Van deze pion naar deze pion. En als laatste van deze pion naar deze pion. Pak nu 2 oranje bandjes. Vouw ze dubbel. Terug op je vingers. En zet hem hier erop. Ja, wacht, ik doe het even opnieuw. Even rustig. Je pakt 2 oranje bandjes. Strekt ze. Draait ze. En vouwt ze terug. Zodat het 4 ringetjes zijn. En die zet je op deze pion. Ho. Pak je haaknaald, steek in die 4 ringetjes, pak het bovenste oranje elastiekje. Dat is deze, die gaat naar de zijkant. Steek erin, bovenste oranje elastiekje. Gaat hierheen, steek in. Bovenste oranje elastiekje gaat hierheen. Bovenste oranje elastiekje gaat hierheen. Laatste gaat hierheen. Haal nu deze ringetjes van deze pion af, zodat ze in het midden zitten. En pak nu nog 1 oranje bandje. Zet hem op deze pion, gewoon los. Steek je haaknaald hier in het midden. Pak dit oranje bandje. En vouw hem terug. We gaan verder met de volgende rij elastiekjes. Doe alles even naar beneden. Plaats je elastiekje van deze pion naar deze pion. Ga hier naar voren. Hier de hoek om. Naar beneden. En nog een keer. Ga nu haken. Haak overal de onderste 2 bandjes eroverheen. Doe dit bij elke pion. Zo. Doe alles weer naar beneden. Ga verder met de volgende rij. Doen we weer precies hetzelfde. Gaan we weer precies hetzelfde rondje maken. Zo. En haak nu overal weer de onderste 2 bandjes over de pion heen. Nou, ik draai even mijn loom om, zodat ik beter kan haken. En ik draai mijn loom weer terug. We gaan verder met de volgende laag. Plaatsen we precies hetzelfde. Geen hier. Gaan we hier zo naar voren.
hier de bocht om. Ga ik hier weer naar beneden. En dan haken we overal weer de onderste twee eroverheen. Voor de andere kant draai ik mijn loom. En ik draai mijn loom weer terug. Doe alles naar beneden en we gaan hem nu vullen. Je kunt hem met vulling doen. Of gewoon met elastiekjes. Maar ik doe het met vulling. Eigenlijk moet ik het even proberen. Want de vorige keer heb ik het met elastiekjes gemaakt. Maar dat is echt een stom gepruts. En kijk, deze vulling blijft al veel beter wat in zitten. We gaan nu iets anders doen. We gaan nog een laag maken. Alleen dat doen we niet weer met hetzelfde rondje te maken. Maar we pakken twee oranje bandjes. En die doe je gewoon eroverheen. Dus de twee oranje bandjes doe je over die zes pionnen gewoon heen. En haak overal weer de onderste twee eroverheen. Zo, doe alles naar beneden. Wat we nu gaan doen, we gaan bij elke pion steken we erin. Dan pakken we één groen bandje, trekken we doorheen. Dan doen we de andere kant ook op onze haak. Dan halen we achterste over de voorste, trekken we aan. Nu bij elke pion, bij ze alle zes. Steek erin, pak een groen bandje. Doorheen, bij de op je haak, achterste over de voorste, aantrekken. Het ook aan de andere kant doen. Ja, ik draai even mijn loom om zodat ik beter kan werken. De laatste. Zo. Draai je loom weer terug. En we gaan hier zo. Pakken we deze twee bandjes. Halen we eraf. En die zetten we op deze middelste pion aan deze kant. Zo. En doe dat bij deze ook. Ja, het schiet van mijn vingers af. Voor mijn haak bedoel ik. Zodat hier nu van alle drie de pionnen aan de ene kant de bandjes erop zitten. Pak nu een enkel groen elastiekje. Steek je haak door al deze bandjes. Trek dat groene elastiekje er doorheen. Andere kant ook op je haak. Achterste over de voorste.
trek hem aan, zodat hij hier een knoopje hebt gevormd. Naar de andere kant van je loom. Doen we hetzelfde. Halen we deze twee bandjes eraf. Zetten we hier op deze middelste pion. Doen we ook aan deze kant. Zo. Steken we hierin. Pakken we een enkel groen elastiekje. Zetten we op onze haak. En die trek je hier door alles heen. Zet de andere kant ook op je haak. En haal dan de achterste over de voorste. Laat hem los. En trek het aan. Nu steken we nog een keer in een van de kanten. Ja, ik ga eerst weer even terug naar de andere kant. Steken we hier erin. Zorg dat alle knoopjes wel een beetje stevig aan zijn getrokken. Steken we hierin, pakken we één enkel groen bandje, halen er doorheen, zetten beide kanten op onze haak. Dit laten we even los. Pak nu een andere haaknaald en steek aan de andere kant erin. En pak dan één van die beide kanten. Het zit bij mij gedraaid. Ik zet één kant op mijn haak. Aan de ene kant. En aan de andere kant trekken we. Moet je hem er nog doorheen trekken. En gelukt, haal het van je loom af. Nu heb je dus twee elastiekjes. Pak dit elastiekje. Zet hem beide elastiekjes nu op één haak. Je ziet dat je twee bandjes hebt. Haal de achterste over de voorste. Trek het aan. Nou, dit is je ananas. Je kunt de groene sprietjes nog een beetje hoog doen. En ja, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.